Goedemiddag, welkom bij de ruwvoervlog van CZTV. Mijn naam is Joost van der Bol. We zijn hier vandaag te gast bij de familie Geschieren. Gilles heeft gisteren de koeien voor het eerst naar buiten gedaan. Dit bedrijf wordt met een robot gemolken en heeft een huiskavel van 8 hectare. Gilles past roterend standweide toe. Dit perceel is 2 hectare. En later, nadat de eerste snede gemaaid is, zal hij een perceel omschuiven. Het is eind maart. Dit perceel vermest 17 februari met 40 kuub rundveedrijmest. Wat we nu ook even gaan doen, is de grashoogte meten en aan de hand daarvan de droge stof bepalen. Dat doen we sinds kort met een digitale grashoogtemeter. Bij 30 keer meten heeft hij een gemiddelde en aan de hand daarvan hebben we gezien dat hier op dit perceel een 600 kilogram droge stof staat. Wat u eventueel thuis kunt doen, dit is een hele mooie digitale meter, is zelf in elkaar knutselen aan de hand van een eenvoudige bezemsteel, een stuk piepschuim en een stuk PVC-pijp. En hier de hoogtemeting aan de hand daarvan droge stof. Voor een wijde snede begint hij met 1 ton droge stof tot 2,5 ton maximaal droge stof. Voor een waaisnede 3 ton tot 4 ton droge stof. Je ziet het, hoe je legt er rustig bij. Dan krijg je hier vandaag in Ukraïnevallei de structuurblok gras maximaal 110. Familie Geschieren melk met een melkrobot. En dat gaat perfect in combinatie met weidegang. Nou, lijkt het je wat om samen met een van de vertegenwoordigers van CZTV een farmwalk te maken om je bewijdingsstrategie of om de hoeveelheid droge stof te bepalen, dan neem dan contact op met je vertegenwoordiger en dan kunnen we een mooie farmwalk maken.